Voorzitter Jelko van der Wiel van Sportclub Heerenveen lijst in functie per direct Del. Dat heeft hij van de morgen op een persconferentie bekendmaken. Van der Wiels uittreden is de zoveelste fase in de bestuurscrisis bij de voetbalclub. Oremeesken stellen haar eigen belang boven dat van de club. Wij trokken het werken maar mogelijk maken we het, zei van der Wiel. De eigenaars van de Wildermerk in Harig, het jedere campusterrein voor moeilijk opvierbare jongeren, worden de locatie aanbieden voor de opvang van vlechtelingen. Zo'n des aan 150 vlechtelingen opvang willen kennen in de units die er nog stingen. De provincie is nog druk dwalen bij een inventarisatie van opvanglocaties en wil hoe de Wildermerk nog niet zezen. De A32 in de richting van het Jereveen het justerjoen bij Grauw Oudsletten West vanwege een ongeluk. In eerste instantie wie er een auto met malheur. De politiemeester kwam naar de auto taal om het verkeer eromheen te regelen. Een dronken automobilist is daar in een botsing oer de politieauto hinnenflaaien. De automobilist, een 40-jarige Liouter, is in Ribewies kwietrekken. Joen eerst helder waar, letter kans op mist en het werd 10 graden. Morgen dichte mist, uitzaaien in het watergebied en die mist kende de hele dag hing in blauwe. Onder de kust wolzinnen, het wordt een graad stretchen. De zuideerste wien is zwak ontmatig.